Yo mensen, mijn naam is Jesse en welkom bij een nieuwe Pokémon Go video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer lekker Pokémon's vangen. Ik heb er super veel zin in en ik hoop jullie ook. Laat natuurlijk vast even een blauw duimpje achter. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg waarderen. Mijn record app die doet het inmiddels ook weer. Dus ik kan gewoon weer lekker hier kan ik een Pokémon scherm laten zien. Als wij natuurlijk een Pokémon tegen gaan komen. Maar dat moet denk ik wel goed komen. Ook gaan wij in deze aflevering een hele leuke Pokémon Evolver. Dat gaan we straks meteen doen. Dus sowieso even checken. En er zijn ook een paar nieuwe updates waar ik het een en ander over ga vertellen. Maar eerst ga ik even wat niet Pokémon Go's doen. Want je ziet hier achter mij op mijn bed. Zie jij twee beeldschermen liggen. En ik zei in de vorige episode dat ik bezig was met mijn setup. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik vind het leuk om ook een beetje een soort van te vloggen. Een beetje over andere dingen te praten dan alleen Pokémon. Want ja, dat is misschien ook wel leuk en zo niet. Ja, dan skip je maar even lekker door naar Pokémon. Dat moet je zelf weten. Maar ik zou het heel leuk vinden als je blijft kijken. Alleen, ik loop nu eventjes naar mijn bureau toe. En mijn kamer is een beetje een rommel. Hier ligt al mijn... zeg je dat, mijn apparatuur zeg maar. Ik heb het gewoon even van mijn bureau afgepleurd. Want ik ben met mijn bureau bezig. En dit is wat het nu is. Het is serieus nu een leeg bureau. Maar hiernaast heb ik een kastje gezet. Daar ga ik mijn MacBook op zetten. Mijn laptop. En dan mijn laptop ga ik verbinden met beeldschermen. En die moet ik nog gaan ophangen. En dan wordt hier al mijn studiofoon. Komen er twee vette boxen. Het gaat dus heel erg vet worden. Ik ben er nu op dit moment mee bezig. En ik ben blij dat ik een hele handige vader heb. Want dit statief... die stond eerst, zeg maar, hieraan vast. En dat was heel erg dicht op waar ik zat. Dat liet ik ook zien. Maar nu heb ik het aan de achterkant van mijn bureau gedaan. Dit is een bak waar al mijn kabels zitten. Dit zit namelijk ook los. Maar ja, het is gewoon super handig dat mijn vader dat voor me heeft gedaan. Nu heb ik veel meer ruimte op mijn bureau. Dan moet ik alleen mijn beeldscherm nog ophangen. Alles weer aansluiten. Daar werk ik voor het allemaal. En ik heb ook een DXR racer. Alleen daar is een beetje een probleempje mee. Dit is mijn DXR racer. Dat is een hele vette gaming chair. Alleen die is kapot. Dus we moeten even garantie gaan kijken of mijn vader moet te repareren. Want het is gebroken. Dus mijn vader kan dat lassen. Lassen, dat is iets met metaal of staal weer aan elkaar maken. Weet ik wat. Vraag het maar aan je vader. Maar eventjes terug naar Pokémon. Wat wij eerst doen, ik ga even mijn camera neerzetten. Want wij gaan eventjes lekkere Pokémon involven waar ik heel veel zin in heb. Oké, ik heb mijn camera even neergezet. En dan gaan wij eventjes naar Pokémon Go toe natuurlijk. En daar zitten wij nu op. Op Pokémon Go, hij loopt vast. Het is donker, er moet nog even geüpdate worden denk ik. Maar dit was vannacht in de buurt en niet nu. Was ik nou wazig? Ik heb geen idee. Maar spannend Pokémon, wat is het? Het is een Weedle. Waarom ben ik zo wazig? De Weedle die is opeens weg, maar er spant wel een Raticate. En het is opeens dag. Oké, Raticate kan ik je vangen. Ja, op zich wel een leuk Pokémonnetje. En CP is ook wel decent. Dus curveball met een Pokéball zie je wel. Met twee handen dan kan ik het gewoon. Met één hand kan ik gewoon geen curveball gooien. En de Raticate doet een beetje stoer. Dus we gaan er een Raspberry op gooien. En dan doen we even een... wow, we hebben nog maar 5 Great Balls. Hoppakee, met een curveball, een Great Ball en een Raspberry. En ik heb plakpot in mijn hand. Allemaal super leuk. En hij gaat in de... bal, nee. Oké. Ik moet ervan hoesten. Camera, waarom ga je wazig worden? Vind ik niet leuk. Nog een great ball. Go, ik moet een great gooien. Ik kan geen great gooien. Oké, Pokémon. Maar ga wel lekker in mijn bal. Ja, dankjewel. Raticate zit in mijn balletje. Wow, wow, wow. We hebben veel candies. Ga ik ook even meteen deze Rattata vangen. Want ja, waarom niet? Wij hebben heel veel candies, maar we hebben niet genoeg Rattata's, zeg maar. Om al die Rattata's te kunnen evolven. Dus deze moet ik vangen. Die moet ik gewoon bewaren. En dan kan ik die later gaan evolven. Want ja, om te evolven heb je ook Pokémon's nodig. Maar we hebben de Rattata gevangen. En we hebben op het moment maar één eitje. En die komt over 4,8 kilometer uit. Dus vandaag... komt er geen eitje. En de Kabuto, 19,5 kilometer. Helaas zijn natuurlijk geen... nou, dubbele candies niet, maar voor het lopen. Maar dat je sneller een candy krijgt, zeg maar. Dat is hij niet meer. Maar als we even naar onze Kabuto gaan, 42 candies. Dus we moeten nog zo'n 40 kilometer lopen. Dan kunnen wij die gaan evolven. Dat is best wel tof. Maar ik zou even een Pokémon gaan evolven. En welke Pokémon gaan wij evolven? Nou, het is een Growlithe. Of een Growlithe. En deze is best wel goed. En we hebben 63 candies. Dus deze... Ik ga hem gewoon power-uppen. Ik wil gewoon een hele goede Arcanine hebben. Ik ga deze power-uppen totdat wij 50 candies hebben. En dan gaan wij deze evolven. En hopelijk wordt hij super goed. Oké, wij kunnen hem nog één keer power-uppen. En dan is hij boven de 800. En dan gaan wij die lekker evolven. En wow, die wordt goed. En een spannende Pokémon's. Welke is het? Weer een Rattata. Oké. Nou, we gaan weer even terug naar die Growlithe. Alsjeblieft, alsjeblieft. Hier is hij. Oké, we gaan op evolve klikken. En wij krijgen nu een Arcanine. Wij krijgen nu, als het goed is, een hele... maar echt ook een hele goede Arcanine. Daar heb ik echt heel veel zin in. Een Arcanine, daar is hij. We hebben natuurlijk één in Kijkduin gevangen. Maar dit is de eerste die ik evolve. En
Oh, wat een beast. Jongens, hoeveel CP? Boven de 2K? Nee, 1850. Maar dat is echt super goed. Ben ik zeker blij mee. Dat is echt mijn nieuwe beste Pokémon. By far. Dit is nu mijn top 6 Pokémon. Een Arcanine, een Poliwrath, een Lapras, een Gyarados, een Slowbro. Nog een Gyarados. Super chille Pokémon. En er is een Koffing in de buurt. Dat is ook wel leuk. En de Rattata, die is weg. Maar ik ga nu eventjes over de update praten. Ik heb nu mijn laptop voor me. En daar staan precies welke updates er zijn. En het zijn best wel vette updates. Want je weet wel, als jij een 2 kilometer eitje krijgt. En je hebt geen incubators. En er komt eindelijk een eitje uit. Uit je gratis incubator. En dan is het een Rattata. Of een Pidgey. Nou, dan wordt ze wel heel even gek. Maar in de nieuwe update van Pokémon Go zijn er geen Pidgeys en Rattata's meer in 2 kilometer eieren. Wel Weedles, Caterpies volgens mij. Maar geen Pidgeys en Rattata's. Dat betekent... Nog steeds plakband. Dat betekent dat jij meer kans hebt op een starter. Zoals een Charmander, een weet ik veel, een Geodude kan je krijgen. Een Jigglypuff, een Pikachu, een Bulbasaur en een Squirtle. Je hebt dus meer kans om die vette Pokémon te krijgen. Dat is natuurlijk super tof. En een Eevee. Je weet toch als je een 10 kilometer rij uit laat komen. En er komt een Eevee. Dan denk je, oh, een Eevee. Ja, leuk. Maar die vang ik elke dag Pokémon. Nou, een Eevee die kan jij dus nu gewoon lekker gaan krijgen in een 5 kilometer eitje. En dat is natuurlijk super chill. Dus nu kan je gewoon heel veel Eevees eigenlijk krijgen uit 5 kilometer eieren. Eevees uit eieren, of van Pokémon uit eieren, die zijn meestal hele hoge IV. Dat betekent dat hun stats heel erg goed zijn. En dat is natuurlijk super tof, maar dat was niet eens de enige update. Want er zijn nog meer vette updates en eentje ben ik heel blij mee. Ik wil altijd, bijvoorbeeld, ik woon in de buurt van Amsterdam en dan zit ik in Amsterdam, ben ik een gym aan het verslaan, bijvoorbeeld op de Dam. Dat is een heel groot plein in Amsterdam. Bijvoorbeeld zeg ik vaak Dam. Ik ga dammen. Maar als je daar een gym pakt, dan boem, is hij meteen veroverd. En jij hebt niet eens een Pokémon erin kunnen zetten, wat echt zwaar kloot is. Maar in de nieuwe update van Pokémon Go heb jij dus eventjes tijd om je Pokémon erin te zetten zonder dat iemand anders dat kan. En daar ben ik echt super blij mee. Nu kan je gewoon lekker zonder stress even lekker een gym pakken. Kan je rustig kijken welke Pokémon ga ik erop zetten. Welke Pokémon is goed om erop te zetten. Dan kan je natuurlijk eventjes rustig een Pokémon reviver die je hebt gebruikt in de gym. En dat is echt een hele goede update, vind ik. Dus Pokémon is lekker bezig. En binnenkort komen er trouwens ook weer tracking dingen in Pokémon Go. Want ze zijn nu een beta. Ze zijn zeg maar testversies aan het launchen, aan het uitbrengen in andere landen. Nog niet in Nederland, maar misschien binnenkort komen die ook in Nederland. En dan kan je eindelijk weer even chill een Pokémon gaan zoeken die op jou nearby staat. Zoals die Snorlax die ik in de vorige aflevering op nearby zag. Dus dat zou natuurlijk echt super tof zijn als dat zo snel mogelijk zou komen. Ook, als jij nu een Pokéstop pakt, dan krijg jij een soort van streak. En ik snap dit niet heel goed, maar als jij elke dag... Als je elke keer aan de Pokestop draait, dan krijg je zeg maar, dan bouw je zeg maar het op ofzo. En dan uiteindelijk krijg je hele goede items. Dus er komen misschien lures in Pokestops, want heel veel mensen hebben geen lures. Je weet, ooit een keer een masterball zou in ieder geval heel tof zijn. En dat is ook bij Pokémon's. Als jij elke dag een Pokémon vangt, dan bouw je zeg maar een streak op. Als je dat 7 dagen achter elkaar doet, dan krijg je een larger bonus. Dat is letterlijk wat hier staat. Dus je krijgt meer of betere items. Dat is natuurlijk wat iedereen wil in Pokémon. En ik ga in deze aflevering niet naar buiten, want ik heb het heel druk. Ik heb gewoon een toetsweek, dus ik wil even snel een video opnemen. Maar ik ga wel nog wat even met Pokémon Go doen. Dus wij zitten nu op Pokémon Go. En wat kunnen wij gaan evolven? Want ik heb zin om lekker een Pokémonnetje te gaan evolven. En we gaan gewoon lekker een Eevee doen. We gaan die Pyro noemen. Dat is de enige die wij nog moeten. En als ik ga kijken, heb ik dit wel eens goed geschreven? Anders ben ik echt heel dom. Ja, ik geloof het. Het zal wel goed zijn. Ik heb vertrouwen in mezelf. En als ik dit nu fout heb, is het heel dom. Maar we gaan die Eevee evolven en dan krijgen wij een Flareon. Dan hebben wij weer een nieuwe Pokémon in de Pokédex. Wat natuurlijk echt super tof is. Want dan bouwen wij inmiddels een beetje onze Pokédex op. En wordt de Flareon. Het wordt de Flareon. Hoppakee, super chill. Nieuwe Pokémon in de Pokédex. Daar is hij, registered to Pokédex. Hartstikke mooi. En weer staat er. En daar is hij. Hij is wel boven de 1000 CP. Maar natuurlijk is hij niet goed. Want zijn CP is gewoon niet goed. Maar het is een nieuw Pokémon in de Pokédex. Dat is hartstikke leuk. Kunnen wij nog meer te evolven? Nee. Ik heb gewoon zin om nog even naar Pokémon te evolven. Maar er moet wel een goede Pokémon zijn. Diglett. Nee, die hebben we ook al geëvolved. Staryu? Nee. Sandshrew? Bijna, maar nee. Wij kunnen een Slowpoke evolven naar Slowbro. Hebben wij nog een goede Slowpoke? Kijken waar die staan. Die is... Nee. Deze is heel laag. Dat ga ik niet evolven. Dat is gewoon dom om te doen. Ach, jongens. Ik wil even een Dodo. Die kunnen we sowieso evolven. Nee, what the fuck? Ik kan gewoon geen Pokémon evolven. Ja, een Gastly. Maar dit is een beetje een laag Gastly. En een spante Pokémon. Een Weedle. Ga weg. Deze Nidoran. Die kunnen wij bijna helemaal evolven. Dus wat wij nu gaan doen. We
gaan alvast de eerste evaluatie doen. Ik heb me al mijn Pokédex, want ik heb hem in de eerste aflevering van echt mijn hele serie heb ik hem al gevangen. Maar we hebben wel een hele hoge, ik weet niet hoe die dan gaat heten. En dan binnenkort, ik ga denk deze even als buddy doen. En dan binnenkort hebben wij een hele vette Pokémon erbij. Deze 789 CP is supergoed. Dan moeten wij nog maar 2 candies. Dan kunnen wij die gaan evolven. Dus wij gaan even naar buddy toe. Zo, switch buddy. Yes, en dan gaan we die eventjes als buddy doen. Volgens mij moet je ervoor 3 kilometer lopen. Even kijken. Ja, je moet er 3 kilometer voor lopen. Dus dat moet wel goed komen. Dus over 6 kilometer hebben wij weer een hele vette nieuwe Pokémon. Waar mensen weer af voor kijken. Laat even een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. Check ook mijn andere video's op mijn kanaal. En dan zeg ik later mensen.